Dit is het zwarte vierkant van mijn Malevitz. Tja, wat moet ik hier nu over zeggen? Vierkant is square. Dus wat zegt die Malevitz hier? Zwart is square. Nou, daar heb je weer zo'n witte mens die uitspraken over zwart doet. Terwijl hij er de ballen verstand van heeft. Malevitz leefde in Rusland zo rond 1920. Denk je nou echt dat die man ooit een zwarte heeft gezien? Niks daarvan. Net als bijvoorbeeld Sinterklaas. Dit is hypocriet en racistisch. Zwart neerzetten als een abstract vierkant. Dat is pure discriminatie. Dat zo'n schilderij internationaal zoveel aandacht krijgt is schandalig. De media die vooral bestaat uit rechtse asijnpissers en pedofiele pennelikkers trekken zich af en komen klaar met dit soort walgelijke nepkunst. En maar roepen hoe mooi en vernieuwend dit is. Ha, ik zal je eens wat vertellen. Die Malevitz was gewoon een dief. Een jatter van andermans ideeën. Kijk maar eens naar dit schilderij van Vermeer. Allemaal zwarte vierkanten. En zo'n Malevitz jat er eentje onder de kont van Vermeer vandaan onder het mom van kunst. Of een kunstcitaat. Hij plakt er een lijst omheen en de hele zogenaamde kunstwereld valt in katzwijm. Wat een heugelaar. En zo past die Malevitz precies in het rijtje Russische hypocriete blanken als Poetin, Stalin, Popov en Sarapova. Musea die dit soort insinuerende kids tonen, moeten direct worden omverbouwd tot opvangcentra voor dakloze zwarten. Want het is geen kunst. Dit is niets. Bah!